De Graafse weg en de singels moeten weer lokale wegen worden als het aan de gemeente Nijmegen ligt. Daarom worden er de komende jaren aanpassingen gemaakt die ervoor moeten zorgen dat alleen nog bestemmingsverkeer zich rondom het centrum begeeft. We willen stad uitwaarts, willen we een klein stukje de weg voor automobilisten een beetje versmallen. Zodat fietsers wat meer ruimte krijgen. Mensen die helemaal niet in Nijmegen hoeven te zijn, die moeten gewoon de A50 pakken. Het verkeer wat niet door de binnenstad hoeft, maar ook langs de stad kan, dat moet de S100 pakken. En binnen de S100, binnen het hoefwijzer van de S100, willen we eigenlijk alleen maar lokaal verkeer hebben. Om de plannen in beeld te brengen, is er een 3D-simulatie gemaakt. De kruispunten layout die verandert. We gaan een aantal vakindelingen gaan veranderen, zodanig dat ook de zijwegen daar profijt van hebben. Betere opstelruimtes komen, fietsers ook beter gelegenheid hebben. Dat als bijeffect ook de verkeersveiligheid echt verbetert. En al met al dat verkeersafwikkeling op die kruispunten echt kan verbeteren. Op twee punten moet de S100 qua capaciteit nog wel wat worden verbeterd. En dat is bij het Industrieplein en bij het Nijmegenplein. En dat gaan we ook nog doen voor groot onderhoud van de Waalbrug, wat aanvangt volgend jaar zomer. Daarnaast gaan we nog de verkeerslichten veranderen op de singels en ook de kruispunten en het Kwakplein. Die verkeerslichten die worden veel intelligenter, trouwens ook op de Graafseweg, waardoor we beter kunnen inspelen op de specifieke verkeerssituatie. Wat erg belangrijk is dat het Keizer Karelplein altijd bereikbaar blijft. En bij de ingrepen op de Graafseweg gaan we aan het begin gaan we file-detectielussen plaatsen die detecteren als daar een file staat, waardoor de verkeerscentrale wat meer groen kan geven en wij in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat het Keizer Karelplein altijd blijft doorstromen.